ziet hier verschillende schuttingpanelen staan. En één daarvan, deze, heeft hier de hele maand al gestaan. De andere vier hebben we net uit de regio opgehaald. En die zijn onderdeel van een project wat Schuttingtaal heet. Het project Schuttingtaal gaat over de vrijheid van meningsuiting. En het is eigenlijk een soort sociaal experiment. We waren nieuwsgierig naar wat doen mensen als ze dan de vrijheid krijgen om hun mening te uiten op een leeg schuttingpaneel. Hoe gebruiken ze die vrijheid dan? Gebruiken ze die om te klagen of juist om een liefdesbrief te schrijven of een protest over iets te uiten? En we waren ook heel nieuwsgierig van, gaan mensen elkaar dan corrigeren? Reageren ze op elkaar? Gaan ze dingen doorstrepen? En is het dan nog heel anders in een bieb of in een verzorgingstehuis? Heeft er een gestaan, heeft er eentje in een kringloop gestaan? Zit daar dan ook verschil tussen in hoe die vrijheid wordt gebruikt? Dat was eigenlijk het idee, dat was de nieuwsgierigheid eigenlijk. En dat is het startpunt geweest van het project. Ja, ik vond deze, was ik ook meteen nieuwsgierig. Ik ben de samenvallende roze olifant in regenboogland. Zo mooi ben ik nog nooit geweest. Ik weet niet wat er daarmee bedoeld, maar het klinkt wel heel interessant. Niet van deze lieve mensen om je heen. Ik vond het altijd een raar woord eigenlijk. En zo kwam eigenlijk het beeld zo van Schuttingtaal. En ook wel de gedachte van, ja, heel veel mensen op internet vooral gebruiken ook hun vrijheid van meningsuiting om heel veel schuttingtaal en elkaar de huid vol te schelden. En nou ja, daar een beetje mee spelen, dat was eigenlijk de gedachte. En dan letterlijk schuttingpanelen gebruiken. Dus ik denk als we gewoon een papier hadden opgehangen, dan hadden veel minder mensen iets opgeschreven. Maar omdat het misschien een beetje stout, stiekem voelt om op een schuttingpaneel te schrijven, ik denk dat daardoor juist ook meer reacties zijn gekomen. Hier wordt ook opgeschreven dan, ik was hier, wie. Dat is wel leuk dat hier is. Ontstaat ook op een paar plekken dat ze op elkaar reageren. En tot wanneer blijven de schuttingen hier staan? Tot een beetje de aandacht verslapt, maar ik denk in ieder geval de hele maand mei nog. En het idee is ook nog dat er een gesprek over wordt georganiseerd. Dus we nodigen alle partijen uit die mee hebben gedaan. En ook de bezoekers in de bieb om met elkaar nog in gesprek te gaan over wat valt er nou op die panelen. Hoe gebruik je zelf je vrijheid van meningsuiting? En wie weet dat de panelen nog daarna gaan reizen door de regio. Dus als het gemeentehuis ze wil ontvangen, prima. Met Atelier Z hadden we ook al contact. Misschien kunnen daar nog een paar panelen weer naartoe terug. Het zou alleen maar leuk zijn als het leidt tot meer gesprek hierover. Ja.